Duizenden vrouwen hebben in het verleden dwangarbeid verricht in katholieke instituten. Ze zaten in wasserijen en naaiateliers. Een deel van de vrouwen wil nu een schadeclaim indienen. Echt een hel. Als ik ooit in de hel kom, dan weet ik al hoe het is. Ze hebben mijn jeugd afgepakt. Ze hebben mijn mond doodgemaakt. Bent u boos op de katholieke kerk? Ja. Ze hebben echt alles wat me lief is, hebben ze me afgenomen. Ik had een identiteit toen ik binnenkwam. Ik was een levendig, leuk meisje. En ik ben eruit gekomen als een lege omhulsel. In de ogen van de zusters van de goede herder waren het zondige vrouwen die heropgevoed moesten worden. In werkelijkheid werden ze uitgebuit, zeggen ze. Zeker weten, we hebben er keihard moeten werken zonder er ooit een cent voor terug te krijgen. Wat zou u nou willen dat er gebeurt? Nou, in ieder geval dat we het achterstallige loon wat ze ons afgepikt hebben, dat we dat op zijn minst kregen en genoegdoening en excuus ja of een excuus help, weet ik niet. Want daar geloof ik niet in. In principe voor al het werk wat we verricht hebben, hebben ze ons bestolen. Zo voelt het. En ik vind iedereen moet werken en iedereen heeft recht op betaling voor wat hij uitvoert. Dus dat geld zou u eigenlijk willen hebben? Eigenlijk wel, ja. Ik vind dat ze hun volle verantwoording moeten nemen. Dat ze zeggen, de katholieke kerk, wij hebben het fout gedaan. We hebben die meisjes, hadden die meisjes nooit zo mogen behandelen. En het spijt ons echt. Niet een brief persoonlijk, maar in de media.